Ik serveer vandaag voor jullie een van mijn favoriete gerechten. Het is een oer-Vlaamse klassieker, tomaatgarnaal. En we serveren daarbij krokante Belgische frietjes in ossevet gebakken. Ik gebruik garnaaltjes uit Zeebrugge. Worden aan boord gekookt en gekoeld in lauw zeewater. Garnaaltje. Neem het staartje tussen de vingers. We draaien halverwege het lijfje. Duwen op het staartje. Verwijderen het staartje. Duwen op het kopje. En we hebben het perfect getepelde garnaaltje. Ook een absolute aanrader als u in de lente of in de zomer naar de kust komt. Zeker eens te stoppen in Oost-Tuinkerken. Kunt je daar nog de garnaalvissers te paard zien. Die eigenlijk op een oude manier de netten slepen over de stranden. En zo de garnaaltjes vissen. Is een traditie van 500 jaar oud en is UNESCO werelderfgoed. Is zeker een aanrader om te zien. Voilà. Het grootste werk is gedaan. De garnaaltjes zijn gepeld. Een echte Belgische vleestomaat. Superrijp. Doe daar achteraan een klein kruisje in. We leggen die in kokend water. Een 15-tal seconden. En we gaan die in ijswater laten schrikken, zoals we dat noemen in vaktermen. Voilà, de tomaat is afgekoeld. We nemen die uit water. En nu kunnen we dat pelletje van de tomaat perfect verwijderen. We gaan hem nu uitrollen. Eerst en vooral snijden we een topje eraf, wat aan de kant, want we gebruiken dat. Dan gaan we het vruchtvlees met behulp van een klein aardappelmesje een klein beetje losnijden aan de zijkant, zodanig dat we de tomaat niet te veel schenden. Dus de uitgerolde tomaat. Ik ga altijd die tomaat een klein beetje kruiden, gewoon voor de smaak een beetje te pimpen. Pak een heel klein beetje alcoholazijn, een klein beetje olijfolie en een beetje tomatenpoeder en een beetje grof zout. Voilà, klaar om op te vullen nu. Wat rest er ons nu nog? We gaan de garnaaltjes aanmaken met een beetje vers gemaakte mayonaise. Ik heb die gisteren al gemaakt, de mayonaise. Ik heb graag dat dat een dag rust. En we gaan er nog een klein beetje bieslook bij doen. Fijn versneden bieslook. Klein beetje shallot. Misschien een beetje pimenton da vera. Is een beetje pittig paprika poeder. En die vullen. Mag mooi rijkelijk gevuld zijn. Hoedje van de tomaat. Gaan we een klein beetje instreken. Strijk met een beetje olijfolie. Ik vind dat persoonlijk mooi dat dat een beetje blinkt. Boven de tomaat. Voilà. En dat is klaar zijn. Die zijn gisteren reeds voorgebakken in ossevet. Voor een heel traditionele smaak te hebben. Op 140 graden. En nu gaan we ze afbakken in plantaardig vet. Voor een krokant resultaat te hebben. Op 185 graden. Een viertal minuutjes. Klein beetje fijn zout erop. En dat is het perfecte frietje. Wat drinken we daarbij? Een rode Mbach. Het is een rood-bruin bier. Fris, zuur en perfect in harmonie met onze garnaaltjes. Geniet ervan.